Welkom dames en heren bij deze allernieuwste aflevering van Theeleuten. We hebben eigenlijk al een aantal afleveringen gehad, maar lange tijd zijn we eigenlijk niet geweest op het kanaal met een Theeleuten aflevering. Excuus daarvoor mensen, het was een beetje, allemaal een beetje, hoe zeg je dat? Beetje wisselvallig. Mijn schema was wisselvallig. Mijn tijden of mijn vakantie was wisselvallig. Het was allemaal heel raar, maar je gaat het wel horen na het intro. Ja, Theeleuten. En mijn hoofd groeit uit een theepot. Of uit een theekopje eigenlijk. het is ook zo raar. Nou, om te beginnen. Ja, mijn achtergrond. Waar is die achtergrond gebleven? Dat mooie... Nou ja, mooi. Zwarte doek met die rode mooie dingen daaraan, die flappen. Dus, oh man, het is weg. En wat daarvoor in de plaats komt, is wat ik nu ga pakken. Maar nu moet je even wachten. Niet weglopen. Neem een slok van je thee. Doe iets. Wacht, heel, moment. Wacht, ik heb het hier, hè. Kijk. Dit krijg ik voor in de plaats. Oh, omdraaien natuurlijk, wacht. Zo. Kijk, dit... Er is een hele mooie poster van de Beatles en die gaat ophangen hier zo. Oh, kijk, dat is even mooi. Ja, goed. Zo, nu kun je heel de tijd kijken naar de Beatles poster en gaat die vallen? Oh, no. Er gaan nog twee hele mooie foto's komen, nog twee posters. Ik heb er nog eentje en. Ja, ik vind... Wacht, moment. Ik vind deze... Vind ik wat minder, deze... Maxi-poster. Beelderramen. Lekker groot. Kan je er nagels in zetten, weet je wel. Nee. Zo, jongens. Even zonder gekheid ben ik weer terug. Deze thee is echt te warm nog. Ik heb hem net namelijk gezet. En dan moet je niet gelijk gaan drinken. Dat had ik namelijk op de trein naar huis toen ik van Rowie vandaan kom. Waar was ik eigenlijk op vakantie. En toen ik terugging om eigenlijk naar huis te gaan. Toen heb ik een theetje gehaald op het station. En dat was een beetje te warm theetje. Dat was echt te warm. Weet je wel. Kijk, je hebt zeg maar warm, lauw. Lauwer en koud denk ik. Maar het was nog keihard boven warm zeg maar. Dus ja, dan weet je zeker dat het gewoon niet te drinken is. Nou, het is wat te drinken, maar je lippen en mijn tong wat een stukje verbrand. En het voelt zo vervelend aan. En ik moet ook in mijn haar doen zo, want het wordt langer weer. Mijn haar groeit heel lang, heel snel. Het groeit ook lang natuurlijk, maar mijn haar groeit altijd heel snel. Maar ik vind het altijd wel lekker, want het wordt nou winter. En dan is het wel lekker warm als je lekker wat kopje hebt. Ik zie er ook niet uit met kaal haar. Of nou ja, als je kaal haar hebt, dat kan niet, want dan is er niks meer. Maar het staat mij niet kaal. Ik moet gewoon wat langer hebben, wat langer haar. En anders wordt mijn gezicht een beetje dikker. Kan je ook, ik zo gewoon dit zo? Nee, dat is overdreven natuurlijk, hè? Nee, daarom de thee weer een wijze les. Maar die posters inderdaad. Ik heb het doek weggehangen, omdat het vernieuwing, dat is belangrijk. Vernieuwing is belangrijk en... Ja, ik vind dat het... Die posters zien er ook mooi uit. Het laat ook zien wat ik leuk vind. Ik bedoel, stel je voor, er komt daar... Hier zo komt een poster te hangen met The Beatles. Een band waar ik helemaal gek op ben. Of The Doors of The Hollies. En hier zou dan iets komen van een game of een film die ik heel leuk vind. Nou, zeg maar een Disney film of een Pixar film. Of zeg The Walking Dead, een hele vette serie. Of Game of Thrones of noem maar op. Ja, maar als je Game of Thrones hebt... Dan moet ik daar zo'n naakte vrouw op mijn kamer. Ja, dat is ook niet helemaal de bedoeling. Als je, misschien wel leuk voor jullie, als je mijn facecam ziet, dat je dan zo'n blote, half blote vrouw op de webcam ziet. Maar dat is niet de bedoeling, denk ik. Dus dat doe ik maar liever niet. Ik doe iets waar jullie heel de tijd kunnen tegenaan kijken. Maar het voordeel is van als je zo'n poster koopt, is dat je natuurlijk ook het kan veranderen. Je kan natuurlijk een andere foto erin zetten, dus... Je zou, als je een thema hebt, je gaat het hebben over Minecraft, dan zou ik niet twee Walking Dead posters ophangen, maar dan zou ik gewoon twee gave, stoere Minecraft posters ophangen. Of een game zoals Terraria, de Left 4 Dead map in Minecraft versie, weet je wel. Dan zou ik iets op dat thema houden. Ja. Nee, voor de rest, ik ga volgende week naar Disney. Nou, dat was het. Nee.
Oh, ik zit mensen ermee te pesten van. Ja, volgende week moet ik weer naar school. Oh ja, ook ja. Vincent, jij moet ook naar school of niet? Nee, ik ga naar Disneyland. Oh, Vincent, zo erg. Ik moet me ook scheren trouwens. Ik zie het nou. Hè? Ook dat, als je dat een week niet bijhoudt, je krijgt een baard. Je kan er gewoon bijna een complete vlecht in douwen, weet je wel. Zo lang wordt het al. Als je niet scheert, dat is als je ouder wordt of... Ja, of je een man bent natuurlijk. Kijk, een vrouw moet zich ook wel scheren. Maar kijk, een man die daar groeit het gewoon sneller bij. En ja, dat is okselhaar en alles, weet ik het allemaal niet. En ja, dat moet je bijhouden. Ja, dat is ook zo. Je hebt ook mensen die hebben dan... Kijk, ik heb hier geen haar, zeg maar. Ik heb hier geen haar. Maar heel veel mensen hebben daar wel haar. En dan dat lijkt me kietelen, joh. Lijkt me echt kietelig. Ik weet niet, je heel dag te krabben. Toch? Of niet? Weet ik niet. Ik heb geen ervaring ermee. Maar voor mij zit je heel dag te krabben. Weet je wel, waar je ook gaat, verjaardag, weer hand geven, weet je wel, dat kan niet, dat kan gewoon niet. Of je gaat in bed, je wil rustig liggen en dan lig je weer, weet je wel, lig je zo weer. Je bent net een spastisch mannetje, weet je wel, alsof je een nare droom hebt gehad of zo. Of je gaat bijvoorbeeld naar een kinderopvang en dan ga je kijken naar kinderen, weet ik niet waarom, maar... Ja, dan doe je ook zo raar. Dan ga je toch niet. Je moet een goed voorbeeld aan die kinderen laten zien. Dan ga je toch niet gek gaan krabben om je heen. Ik denk dat het jeukt. Ja, ik weet het niet. Ik heb geen ervaring. Ik kan niet. Misschien kunnen jullie het zeggen dat jullie de mensen zijn met ervaring ermee. Maar ik kan het niet zeggen. Voor mij is dit wel de raarste televideo die ik heb gemaakt. Maakt niet uit. Ik ga dus naar Disneyland waar het om draait. Ik verander heel de tijd van onderwerp. Ik weet niet wat het is. Maar ik ga naar Disneyland met Rooie voor 4 dagjes. En het wordt fantastisch. Want we gaan leuke extra video's schieten voor het kanaal. Voor dit kanaal. En voor mijn vlogkanaal. Het kanaal wat haast niet zo actief is als dit kanaal. Maar wel een heel leuk kanaal is. Omdat daar heel veel geschiedenisvideo's van mij op zitten. Van typetjes tot aan leuke sketches. Tot aan rare verhaaltjes. Shortfilms. Noem maar op. Hele aparte video's waar extra veel tijd is ingestoken in de montage. En ja, dat is gewoon een beetje mijn bijzondere kanaal. En dit is ook wel een bijzonder kanaal omdat het zoveel subs heeft. Maar ook omdat het gezellig is onder de mensen die mijn video's kijken. En dat vind ik fantastisch. Daarom lekker een tale uit. Ik durf niet te nemen. Dus ik neem een klein... Je ziet echt de rook komt eraf. Ja, ik weet niet of je dat op de cam ziet. Dan moet ik even meekijken. Nee, je ziet het net niet. Hè? Maar er komt echt een damp vanaf, zeg maar. Dus ik zou eventjes... Moeten blazen. Ah, lekker. 3 blokjes suiker en sinaasappels maken. Dat is het lekkerste wat er is. Ja. Mensen, dit was Theeluid voor deze keer. Ik hoop dat ik volgende week weer terug ben. En dat jullie ook weer lekker kijken volgende week. Het kwam iets later dan gepland. Maar het wordt nog vet. Ik wil nog wel even mijn kanaal, even mijn... uploadschema erbij pakken, want jullie weten nooit wanneer er een video online komt, dus vind ik dat leuk om even gewoon te melden wat we volgende week kunnen verwachten. Er is een ontzettend leuke Gmod video komt eraan. Outlast gaan we verder spelen. Er komt een hele aparte Minecraft snapshot video aan, heel apart. Postal gaan we weer verder spelen. No Limits komt weer een hele nieuwe aflevering waarin je 3 achtbanen ziet en 1 uit mag kiezen welke je het leukst vindt. We gaan weer Rollercoaster Tycoon 1 spelen. Dat wordt ook weer teruggebracht. We hebben weer Disneycraft afleveringen. Er komt weer fanmail natuurlijk. En het laatste aflevering van de dierentuin. Er is een nieuwe vrachtwagen voor Vincent. Waarin we wat nieuws gaan doen. Als normale afleveringen. Dus ik zeg niks. Maar jullie kunnen gewoon lekker genieten. En kijken van deze video's. Volgende week of deze week op mijn kanaal. Doei doeg. Hou je taai. En drink heel veel thee. Sinaasappelthee is goed. Oh, die was warm. Oh shit, nooit thee drinken als het warm is.